Sneeuwitje. Er was eens in een ver koninkrijk een erg trotse en heel mooie koningin. Niemand mocht mooier zijn dan zij. Ze vroeg dan ook elke dag, terwijl ze in haar magische spiegel keek: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste van het land? U bent de mooiste, Majesteit, antwoordde de spiegel dan. In dat land leefde ook Sneeuwitje. Haar moeder was gestorven na haar bevalling, en ook haar vader, de koning, was dood. Sindsdien leefde het prinsesje in de keuken van het paleis. Haar stiefmoeder, de nieuwe koningin, liet haar allerlei smerige en zware karweitjes opknappen in het paleis. Toch was Sneeuwitje nooit verdrietig, en ze had altijd een goed humeur. Sneeuwitje werkte de hele dag en zong voor haar vrienden de vogels. Terwijl ze die ochtend water uit de put haalde, hoorde een mooie jonge man haar prachtige stem. Hij klom over de tuinmuur en wilde met Sneeuwitje praten. De koningin had alles gezien vanuit haar raam en ging voor haar toverspiegel staan. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste van het land? De spiegel antwoordde: U bent mooi, mijn koningin, maar Sneeuwitje is nog veel mooier. De koningin was woedend en riep de jachtopziener. Neem Sneewitje zo diep mogelijk met je mee in en dood haar, beval ze. Haar dienaar wilde protesteren, maar de koningin viel hem in de rede. Breng me haar hart in dit kistje. Als het je niet lukt, moet je sterven. De volgende ochtend voerde de jager Sneeuwitje tegen zijn zin mee het woud in. Op het ogenblik dat hij zijn mes wilde trekken, kreeg hij spijt van zijn daad. Hij zonk op zijn knieën en vroeg Sneeuwwitje om vergiffenis. Geschrokken vluchtte ze het diepe bos in. Toen ze weg was, doodde de jager een hert en bracht het hart in het kistje naar de koningin. Toen het donker werd, ging Sneewitje uitgeput liggen op een open plek in het bos en viel meteen in slaap. De volgende ochtend werd ze gewekt door vogelgezang. Om haar heen zag ze een heleboel dieren. Konijnen, eekhoorns, herten, vlinders. Ik ben verdwaald, legde ze uit. Weet jullie waar ik kan schuilen? Begeleid door haar vrienden ging Sneeuwwitje op pad. Plotseling, achter een bosje hazelnootstruiken, ontdekte ze een zonnige open plek met een prachtig huisje. Oh, wat mooi, riep ze uit. Het lijkt wel een poppenhuisje. Sneeuwwitje liep op het huisje af en klopte op de deur. Niemand antwoordde, dus liep ze maar naar binnen. Wat ze daar zag was ongelooflijk. Er was een verschrikkelijke rommel en alles was bedolven onder het stof. Wat een slordige mensen wonen hier. Kom, laten we beginnen met poetsen, stelde ze haar vrienden voor. S'avonds keerden de zeven dwergen uitgeput terug van hun werk in de diamantmijn. Voor in de rij liep Dok met zijn lantaarn. Achter hem volgden Grumpy, Happy, Sleepy, Sneezy en Bashful. Helemaal aan het eind liep Dopey. Hey ho, he ho, het werk is weer gedaan, galmde hun vrolijke lied door het bos. In het huisje was Sneeuwitje intussen klaar met de grote schoonmaak. Wat voelde ze zich moe van al dat poetsen. Ze stak een kaars aan en liep de trap op naar de kamer waar zeven kleine bedden stonden. Op elk bed stond een naam. Topie, Sneezy, Happy, Dok. <laughs> Wat een gekke namen voor kinderen, riep Sneeuwitje lachend. Uitgeput viel ze neer op een bed en sliep meteen in. Even later kwamen de dwergen thuis. Kijk, riep Dok, de deur staat open en de haard brandt. Op de toppen van hun tenen liepen de dwergen naar binnen. Dok tilde zijn lantaarn wat op. Niemand? Toch zag het huisje er anders uit. O, oh, de vloer is geveegd, merkte Happy op. De ramen zijn gepoetst en de afwas is gedaan, voegde Bashful eraan toe. Ons hele huisje is gepoetst, stelde Dok vast. De dwergen slopen nieuwsgierig de trap op. Toen zei Dok geschrokken: oh, Kijk daar, op het bed! Een meisje. Riep Grumpy uit. Door al dat tumult schrok Sneeuwitje wakker. Ze ging rechtop zitten en keek de dwergen verbaasd aan. Oh, zei ze. Jullie zijn het. Wat een kleine meisjes. Hallo. Aangename kennismaking, mijn heren. Sneeuwitje stelde zich aan hen voor en keek toen in het rond. Toen riep ze uit: hm, laat me raden. Jij, jij bent Dok. En jij. Bashful. En dat is Sleepy. Daar staat Sneezy. En jij moet happy zijn. En, en daar, daar staat Dopey. En dat is Grumpy. De dwergen vonden Sneeuwwitje zo lief dat ze besloten haar in hun huisje te laten wonen. Op datzelfde ogenblik vroeg de koningin aan haar spiegel: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste van het land? En de spiegel antwoordde. Diep in het bos, bij de zeven dwergen, woont Sneeuwitje. Zij is de mooiste van het land. Zo ontdekte de koningin dat de jager haar bedrogen had en dat Sneeuwitje nog steeds leefde. Ze liep naar haar geheime kelder en begon er een toverdrankje te brouwen. Wat mumistof om me ouder te maken, wat gekakel om mijn stem te breken. Een angst om mijn haren wit te kleuren, tot slot wat nachtelijk duister om mijn kleren te veranderen. Ziezo, en de betovering is compleet. Ze dronk het brouwsel in één teug op. De koningin veranderde plotseling in zo'n lelijk oud vrouwtje, dat haar trouwe metgezel de raaf verschrikt wegdook. De koningin zag eruit als een oude vrouw met een kromme neus en een mond zonder tanden. Haar vingers stonden krom, haar nagels leken wel klauwen. Een luguber gelach weer klonk uit haar keel. <laughs> Laten we nu eens iets lekkers brouwen voor sneeuwtje. Die avond verliet de heks het kasteel via een geheime uitgang. In haar mantelzak droeg ze een vergiftigde appel. Ze peddelde in een bootje de rivier over en ging het woud in op zoek naar het huisje waar Sneewitje woonde. De volgende ochtend kwam ze aan bij de open plek in het bos. Vanachter een boom keek ze toe hoe de zeven dwergen naar hun werk vertrokken. Mm, de kust is veilig, mompelde ze. Weldra zal dat domme gansje van een sneeuwitje bezoek krijgen van een oude appelverkoopster. Toen ze voor het raam het gezicht van de oude vrouw zag, schrok Sneeuwtje. "Ben je een taart aan het bakken, mijn kind?" vroeg de lelijke heks. "Een heerlijke taart met lekkere appels, zoals deze, zie ik. Wil je er niet een proeven?" Ze hield het meisje de vergiftigde appel voor. De dieren hadden alles gezien en voelden het gevaar aankomen. Ze stortten zich boos op de heks. Sneeuwwitje, die er niets van begreep, opende de deur en liet het oude vrouwtje binnen om haar te beschermen. Ga even zitten, stelde ze voor. Ik zal u een glaasje water brengen. Nadat ze gedronken en gerust had, verscheen een grijns op het gezicht van de heks. Hmm, dank je wel, mijn kind, zei ze. Laat me je als dank, omdat je zo goed voor me gezorgd hebt, mijn mooiste appel aanbieden. Vanachter het raam zagen de dieren verschrikt hoe de oude vrouw Sneeuwitje opnieuw de appel aanbood. In allerijl renden ze het bos in om de zeven dwergen te waarschuwen. Sneeuwitje nam de appel aan en bracht hem naar haar mond. Net toen ze erin wilde happen, twijfelde ze. Wees niet bang, mijn kind, moedigde de heks aan. Dit is geen gewone appel. Hij zal al je wensen vervullen. Eén enkel hapje en je dierbaarste dromen worden werkelijkheid. Sneeuwwitje deed vlug een wens en beet in de appel. Toen gebeurde er iets verschrikkelijks. Haar hart stopte met kloppen. Haar adem viel stil. Haar bloed bevroor in haar aderen. Ze slaakte een kreet en stortte levensloos neer op de grond. De heks krijste triomfantelijk. Ha! <laughs> ha! 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 Ziezo! Nu ben ik opnieuw de mooiste van het land. <laughs> Terwijl de heks het bos uitliep, stormden de zeven dwergen vergezeld van de dieren naar hun huisje. Ze zagen nog net de heks wegvluchten. Grumpy sprong op de rug van een hert en zette de achtervolging in. Laat haar niet ontsnappen, snel, haal haar in, riep hij naar zijn vrienden. Net op dat ogenblik barstte een onweer los en viel de regen in stromen neer. De heks klom op een hoge rots en merkte buiten adem dat de dwergen haar op de hielen zaten. Ze stak een tak onder een enorme rotsblok en duwde uit alle macht om het in beweging te brengen. 'Pas op!' waarschuwde Grumpy de anderen. In paniek vluchtten de dwergen uit elkaar. Bovenop de rots kreijde de heks dreigend: "Ik zal jullie verpletteren! Ik zal jullie botten breken!" Uit alle macht duwde ze op de tak. Maar toen sloeg de bliksem in op de rots, die in duizenden stukjes verbrijzeld werd. De oude vrouw verloor haar evenwicht en stortte de afgrond in. Toen ze bij hun huis kwamen, troffen de dwergen daar een droevig tafereel aan. Sneeuwwitje... Hun mooie prinses lag levenloos op de grond. Naast haar vonden ze de giftige appel. Met gebroken hart legden ze hun vriendin in een kist, versierd met bloemen, die ze op de open plek in het bos zetten. Terwijl ze de volgende ochtend nog steeds bij haar de wacht hielden, reed een jonge prins voorbij. De prins herkende meteen het meisje waarop hij verliefd was geworden toen ze zong op de binnenplaats van het kasteel. Sinds die dag had hij haar overal in het koninkrijk gezocht. Droevig maar teder boog hij zich over haar heen en drukte een afscheidskus op haar koele lippen. De jongeman wist niet dat hij daarmee de vloek van de koningin verbrak. Sneeuwitje opende haar ogen, zag de prins, glimlachte en werd verliefd op hem. De prins nam haar in zijn armen en droeg haar naar zijn paard, waarmee ze samen naar zijn kasteel zouden rijden. Ook de zeven dwergen waren opnieuw gelukkig. Zelfs Grumpy vond dat het de mooiste dag van zijn leven was. Sneeuwitje beloofde haar vrienden uit te nodigen voor het huwelijksfeest. Ze zouden elkaar dus weldra weer zien. Tot binnenkort, mijn vrienden. Even later vertrok ze met haar droomprins naar een nieuw koninkrijk, waar ze nog lang en gelukkig leefde en veel kindjes kregen.